Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag. Dan spelen we alweer voor de derde keer in korte tijd tegen Go Ahead Eagles. Alleen dan spelen we uit bij Go Ahead. Lastige wedstrijd, komen we zo meteen even op. Ja, trainer Rogier Meijer is ziek. Ron de Groot is ziek. Dus we hebben geen trainer voor de camera. Eerst maar eens even naar de nieuwe aanwinst van NEC. Cheron Cherry is gepresenteerd en ik heb hem gesproken. Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland? Ja, het is heel fijn om weer terug te zijn. Ik denk de laatste keer dat ik in Nederland speelde was 9 jaar geleden. Dus even wennen, maar blij om weer thuis te zijn. Ja, je koos bewust om terug te keren naar Nederland. Kun je eens vertellen waarom? Ja, klopt. Wat ik al eerder heb aangegeven. Mijn zoontje had een beetje gezondheidsproblemen. En nu gaat het wat beter natuurlijk. Maar ik wilde gewoon graag in de buurt zijn. Omdat mijn vrouw en 3 kinderen waren naar Nederland gegaan. En ik was in Israël, dus... Uiteindelijk met de club besloten dat het voor 1/2 jaar goed is om dicht bij de familie te zijn en een mooie club te vinden in Nederland. Dus blij om hier te zijn. Ja, en toen ging je naar een zoektocht naar een club en er waren er veel geïnteresseerd. Toch koos je voor NEC. Waarom? Ja, klopt. Er waren aardig wat clubs geïnteresseerd. Was wel een beetje verrast eerlijk gezegd, omdat gelukkig zijn ze me niet vergeten. Dat is een goed teken. Maar nee, ik heb goede gesprekken gehad met de trainer en met de directeurs. En... ja, ze hadden een goed plan en ik kijk natuurlijk ook Nederlands voetbal en hoe ze spelen. Ze hebben aantrekkelijk voetbal en hele goede spelers, jong en oud. En ja, het trok me erg aan. Ja, je hebt met Carlos gesproken, ook met de trainer gesproken. Wat overtuigde jou daarin dan? Ja, hij heeft niet echt specifiek gezegd. Hij zei meer van hoe hij het zag zitten met het team. En qua voetbal hebben we meer gesproken natuurlijk. Niet echt over mijn positie zelf, maar hoe hij van voetbal houdt en tussen de linies. En sprak me erg aan en... Natuurlijk, de spelers die hier zijn, ja, ziet er goed uit. Ja, je zei, ik heb niet echt over een positie gesproken met de trainer. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dat inmiddels wel een klein beetje toch hebt. Ik heb de trainer nog niet gezien. Die is chic, hè? Dus, ja, dus dat is ook lastig natuurlijk. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk wel een voorkeur daarin, toch? Nee, natuurlijk. Ik ben gewoon aanvallende middenveld natuurlijk. Ik kan goed uit de voeten met 2 middenvelders op 10. Rechterkant een beetje hangend aan de zijkanten. Ik ben niet moeilijk. Ik bedoel, ik vind ergens wel mijn ruimte, dus kom wel goed. Ja, zondag ga je rentree maken in de Eredivisie weer? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus ik ben gewoon fit. Ik heb er zin in. En ja, zondag wel mooi als ik mijn debuut kan maken weer in het Nederlands voetbal na zo lange tijd. En dan hebben we ook even gesproken met Philippe Sandler. Hij is weer helemaal fit. Dat blijkt wel uit het aantal minuten wat hij speelt. Hè. 3 keer 90 minuten gewoon uitgespeeld afgelopen week. Hoe is het met hem? Ja, zeker. Voelt zeker goed. Het heeft een tijdje geduurd, alleen ja, ik heb het nu gehad en ja, gewoon vooruit kijken. Ja, lang op moeten wachten denk ik ook wel om dat eigenlijk eens een keer te kunnen laten zien ook, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we, ja, je gaat een soort traject in en ik denk dat we dat goed hebben gedaan met z'n allen hier. En ja, daar wil ik ook de medische staf voor bedanken. Ja, je gaat een traject in en dat moet je rustig opbouwen. En als je dan 3 keer 90 minuten in een week kan spelen, dan is dat de kers op de taart. Ja, ook wel eens misschien dat je denkt van ja, dan hoor je ook wel eens een commentaar. God, kan hij nou niet 90? Hij kan wel 80, maar niet 90. Stoorde je daaraan? Nee, helemaal niet. Wat ik zei, we hebben een plan gemaakt en dat plan hebben we gevolgd. En soms moest ik er eerder uit. Ja, dat was gewoon zo afgesproken en ik denk dat we het goed hebben gedaan en nu gewoon zondag weer 90 minuten. Nou zeggen ze dat natuurlijk niet voor niks, dat ze daarvan balen als je eruit moet, want je bent ontzettend belangrijk in die laatste linie bij NEC. Ik denk dat ik een goede samenwerking heb met Bram, veel communicatie en ik denk dat het goed staat. Alleen ja, het moet wel beter, vind ik. Ja, waar moet het dan beter? Ja, ik denk dat we toch de laatste paar weken... tegengoals hebben gehad die niet hadden gehoeven. Ik denk als we nog beter staan en nog scherper zijn, dan krijgen we die niet tegen. Ja, en dan zondag die belangrijke wedstrijd tegen een concurrent. Je kunt goede zaken doen op de ranglijst als je daar weet te winnen. Ja, zeker. Ik denk als we zo voetballen als dat we hier thuis deden, dan maken we een grote kans. Alleen ja, je verwacht dat zij gewoon volledig druk gaan zetten en... een tandje erbij geven. Ja, Eagles thuis is lastig, hè? Eagles thuis is zeker lastig. Je ziet het bij de afgelopen tegenstanders die ze hebben gehad. Dat het gewoon heel moeilijk is om daar goed voetbal neer te leggen op de mat.
Alleen ja, als we wat meer moeten vechten, dan staan we daar ook klaar voor. Ja, dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom NEC, leuke andere video's zien, dan volg je me even via de sociale mediakanalen X, Instagram en ook op TikTok zitten wij met leuke video's. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer. Ik zeg graag tot dan.